Yo, what up gasten, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. En vandaag gaan we lekker een potje Among Us spelen. Ik ben Imposter en dit is een van de leuke potjes van de livestream. Je kan de livestream ook gewoon nog lekker los bekijken en ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. Weg ben ik. Zo. Ik ga wel eerst even lekker naar Adminnetje. Lekker kaart, lekker swipe. Lekker. Fjoen, tun, codes, Nikon. Nou ja, kop is eraf, hè. Kom, sabotage. Dat is gewoon irritant. Dat is wel een clean kill volgens mij. Kijk, en daardoor kan ik nu veilig hier lopen. Waar is hij lag, de lichaam? In de gang tussen, hoe heet die ene, kamer office en admin. Oké, dan ik kan Brooke leren. Ik was bij Reactor en die andere. Ja, klopt, maar Tayeb, jij bent niet heel geloofwaardig, want jij kwam vanaf Reactor. En het kan natuurlijk zijn dat je daar gewoon een task hebt gedaan, maar je kunt ook makkelijk venten vanaf admin naar Reactor. Nou, ik heb niet gevent, dus dat kan ik wel zeggen. Ja, dat zegt elke imposter, maar... jij gaat weer gewoon die conclusies trekken die je altijd hebt getrokken als ik imposter heb. Ik was bij Nee, klopt. Ik zou niet dat je het bent. Ik zeg gewoon, het zou kunnen. Je bent niet clear voor deze kill, zeg maar. Boe. Ja, zus? Hou je mond, jongen. Anders ga ik je weer een dreun geven. Nou, oké. Intens gesprek. Maar heeft iemand nog informatie? Ik zag op die deursding dat hij naar noorden liep, zeg maar. En ging naar... kantine volgens mij, ging hij weer naar boven. Wie was dat? En toen was Koms uit. En toen ging Koms fixen. Weet je nog wie dat was dan? Wie die naar boven liep? Of? Nee, hij ging niet over de sensor heen. Oh. Ik kan daar zo wel even naar kijken of iemand net doorheen is gelopen. Nou, te weinig informatie. Ik was steeds net geskipt. Het ja, is of een stealth of een... Nou, het is zeg maar, ik of en... een kill, dan. Ik en, ja, ik heb Bruce net sowieso niet. En ik Bas, blijf dan de hele tijd bij mij, dan kan je zien Milan dat... Milan zat ook een beetje de hele tijd rond dat gebied. Maar Milan... Ik zat in Komp. Ik zat in Komp. Het is Bram of Flunk, denk ik. Maar... Ja, het is denk ik Bram of Flunk, inderdaad. Ja. Ik ben het niet! Ja, dat is altijd. Maar toch is hij bijna elke keer de imposter. Ja, bijna. Dat is toch niet elke keer. Ja, ik dacht, ik kan daar better nu... Better safe than sure. Ik kan daar nu, zeg maar, kan ik heel erg leuk gaan doen en... leiding gaan nemen. Milan weet hoe het werkt. Zo. Comms zijn geklaard. Met B moet ik daarna onthouden, dus ik daarna nog iets bij Met B moet doen. Ik moet ook door doen, denk ik. Ik kan niks, ik ben al zus. 2, 2, 2, 6, 4.
Waar lag die? Oké, nou. Het gaat tussen Bram en Floenk. Probeer jezelf maar te verdedigen. Ik was in reactor en die andere laboratorium of zo, weet ik veel. Ja, daar. En Bram? Ik heb O2, de onderste O2 gefixt. Ja. Toen. Samen met Xavi toch? Want Xavi was daar ook in de buurt. Ja. Nee, ik was weer omhoog gegaan. Ja, jij bent daarna ja. nog omhoog gegaan. Ja. Ik heb die bovenste toen heb gedaan. Heb ik wirings gedaan bij de gang ja, Sam, bij nee. Deacon? Heb ik wirings ja, maar het was met jou toen, toch? Toen ja. ging ik naar admin ja. om card ding te doen, weet je wel, die code invullen. Ja, maar het probleem is, zeg maar, van O2 naar admin is dat van jou wel op de router, zeg maar. Ja, dat klopt. Maar dat is bij Floenk natuurlijk ook zo, want die loopt naar reacten, dan loop je er ook langs. Dat is waar. Mm. Ja, maar ik ben gewoon straight naar dinges gegaan. Richting decontamination en toen reactor en die andere. Ja, klopt, maar dat zit in poster ook altijd. Dat is jij kan het ook gewoon zo, dan zou je mond maar gewoon. Ja, als het niet te controleren is, dan is het geen goed argument, zeg maar. Dus. Maar ja, we kunnen het beide niet echt controleren. Of ja. Ik denk dat we gewoon eerst moeten skippen en maar wel gewoon echt heel goed opletten. Want als ja. er een kill wordt gemaakt, dan. Ja, Xabi, blijf bij elkaar. Volgens mij zijn de tasken ook bijna klaar, of niet? Nou, Bas, ik blijf bij jou, ja? Xabi, maar. Maar ik denk dat zodra er een, hoe heet dat, een sabotage komt, dan is er dus iemand dood gegaan en dan... Ja, dan moeten we gewoon gaan zoeken. Ik? Zoeken naar lichaam. Ik, Xabi en... Nee, Bas, ik blijf bij jou. Dan kan je zien dat ik clear ben. Oké, en ik wil ook dat bro ook bij me blijft. Met z'n drieën? Ja, gewoon met z'n drieën. Als eentje wordt gekild, ja, kun je dan meteen... Laat mij dan maar lekker in mijn eentje lopen. Ah, je mag ook wel mee, hoor. Ik bedoel, je bent dan wel veilig als we met z'n drieën zijn. Ja, daarom. Dan is er niemand die kan killen. Bram, dan kan jij eerder je tasks af hebben, toch? Fuck. Ik ben al bijna klaar met mijn task, alleen nog wat wirings. Oké. Oh nee. Kijk. Oh, nee. Dun. Ik had daar een stekkeletje kunnen doen. Is nu te laat. Ja, dit is kloot. Op zich heb ik die kill wel slim gedaan. Dat Milan was gewoon irritant, man. Je zat de hele tijd bij comms. Is gewoon kut. Nou, nu heb ik deze gedaan. Nu moet ik Balcony nog doen. Dat moet ik niet vergeten. Dat ik nu bij Balcony. En dan. En zij lopen met z'n drieën. Het enige wat ik kan doen is een stackkilletje maken ergens. Ik ga wel even naar admin. En dan kijk ik wel of ik moet ze uit elkaar krijgen. Ik moet ze uit elkaar krijgen. Oh. Zo. 90153. Deze heb ik gefixt. Admin. We zijn ergens op de gangen. Als ik hem zo win, ben ik ook tevreden. Yo man. Hey joh. Kijk. Oh, die task. Tasks zijn bijna klaar. Boys, ik heb een hele sterke zus op Bas. Hij stond stil voordat hij sabotage aanging. Ja, nee, omdat ik aan het wachten was op Bros and Task. Nee, hij was al klaar. Moet alleen nog belken. Hij was al klaar. Nee, maar het kan okay, Bas niet zijn. Ik ben de hele tijd gehardcleared door Xavi, omdat het heet bij Xavi. Ja. Ik heb die andere twee kills omhoog kunnen maken en er is maar één imposter. Dus dan is het eigenlijk onmogelijk dat ik het ben. Ja, precies. Er is maar één imposter. Dus als hij... Ja. voor dus, één kill gekleerd is, dan is het voor alle anderen ook gekleerd. Ja, dat klopt. Dus, ik vind het wel een beetje sus dat je voor Bas gaat, Tayyip. Ja, maar het zag er heel sus uit. Ja, hij had gaan doen. Was hem dat wel zo? Ik had gewoon te wachten op Xavier's task, maar... Ja. Maar hij was al klaar. Laten we gewoon wachten tot tasks. Geen risico's nemen. Hoeveel tasks moet iedereen nog? Ik moet er nog 3. Ik ben al klaar. Ben je klaar? Ik hoef alleen nog Balcony te doen. Net moest je nog alleen maar wiring. Ja, ik was vergeten dat ik Balcony nog moest doen. Oh, wow. Ja,
Hey, jongens, daarom heb ik een bril, hè. Ik kan soms gewoon niet lezen. Zo. Wat nou weer? Wow. Taskbar omhoog gegaan. Bij wie? Die dingen staan toch uit? Ja, die dingen staan uit. Nee, maar als je dan zo'n emergency meeting aandoet, dan zie je of de tasks omhoog gaan. Oh ja, dat is slim. Dat is slim. En volgens mij zag ik hem niet omhoog gaan. En oei. Bas, jij hebt toch, geen task gedaan? Jawel, wiring. Heb je die afgemaakt? Ja, bij storage, onderin. Oh, kut zo, nu kunnen we het niet goed zien. Sorry. Maar wel echt slim, Sorry. Heel slim. Oh, ik dacht even dat ik Big Brain deed. Het is ook wel slim, alleen ik moet weer verpesten, sorry. I know. Kan je nu skippen, of niet? Ja, zeker. Ja, bijna, waarschijnlijk heeft niemand nu meer een emergency, of wel? Ik nog wel. Ik nog wel. Oké. Secure Bas. Ja, maar blijf sowieso bij me, want ik ben ook volgens mij nog de enige die tasks doen. Dus blijf gewoon, volg mij gewoon, ja? Ik heb geen tasks meer, dus ik volg jou. Ik moet lightscalen en dan gewoon Mr. President, get down. Ik kom ook bij en dan ga ik gewoon, denk ik. Wie zou het zijn? Dit was een stekkerletje. Verkeerde kill, Bram. Dit was een stekkerletje. Heb je de verkeerde... Oh, wacht, het is je brug gekilled. Kut, ik dacht dat het de vloek was. Nee. Ja, nee. Nu moet ik weer zo'n kutkeuze gaan maken. Volgens mij was het... Maar waarom heb je mij niet gewoon gekilled? Ik heb niemand gekilled. Mm-hmm. Klopt. Maar ja. Nou, oké. Verdedig jezelf maar. Ja, we stonden op een stek. Ja, maar voor de rest. Ik onthoud ook dingen van het vorige potje. En ik hoor wel als je dingen zegt die je eerder anders zei. Dus zeg gewoon wat je allemaal hebt gedaan en weet ik wat. Ik moest bij Lanspet, heb ik de diagnostische dingen gedaan. Ik heb bij... Daar zag ik je heen lopen, klopt. Ja, ik heb bij Reactor, heb ik dat schijfje omgezet. En toen heb ik bij MapB, heb ik die omgedraaid. Ik heb bij Balcony, heb ik die... Met die ballonnen moet gedaan. Moet dat niet bij Electrical? Oh. Nee, ik had hem bij Reactor. Okay. En ik heb mijn card ding gedaan bij Admin. Dus ja. Nou, Tayeb, je mag ook je unmute en dan mag je ook even je defense gaan doen. Nou, ik heb die stenen gedaan bij het laboratorium. Ik heb die dinges... Jongen, ik weet... ik heb die dinges... Ik heb wires gedaan. Ik heb die waterkant gedaan. Ik heb... Wacht, weten jullie ook nog hoe hoog die, hoe ver die? Nee, laat maar. Die wat? Die taskbar. Ik dacht, als die maar een heel klein beetje omhoog gaat, dat het hem één task is, dan is sowieso Bram. Maar... Ja, maar ik ben echt bang dat ik weer fouten ga doen, dan ben ik weer voor de rest van mijn leven ik zeg vloem, weet je wel. Volgens mij zag ik vloem. Het is Bram. Nee. Het is Bram. Het is Bas. Het kan ook nog. Het is Bas. Het kan ook nog. Kiezen. Ah, we verloren! Fuck, ik stemde op Bram, maar... Ja. Was je te laat? Sorry. Ja, ik was te laat. Nou, ik klikte wel, maar hij reageerde niet met telefoon de hele tijd. Dit is kut. Snel! Tien. Negen. Clean! Hoe heb ik me hier uitgeluld? Het valt gewoon tegen. En meer kan ik ook niet. Ik kan niet mooier maken dan het is.